Goeiedag allemaal. Ik heb zitten denken of ik deze video zou doen. Het is de eerste keer dat ik vlog of mezelf opneem. Dus eventjes wennen. Het is in ieder geval een mooie dag vandaag. De reden waarom ik deze video doe is eigenlijk gebaseerd op de cursus die ik ga geven. Cursus Mastodong en Dr. Tans punten. Oftewel meridiaan gerelateerde acupunctuur. Ik hoor wel eens dat mensen zeggen ja, dat Dr. Tan-stijl, Master Dong-stijl, Master Dong, hè, eigenlijk spel je het T-U-N-G, maar op het Chinees spreek je het uit als Master Dong. Hè. Trucjes. Hè. Ik denk dat deze mensen de systemen niet goed kennen. Master Dong heeft meer dan 200 punten. Succes, ga er maar aan staan. Ik garandeer je dat bij beide systemen jij de rest van je leven kan studeren. Je kunt het zo ingewikkeld en complex maken als je wil. Trucjes, wat mij betreft, onzin. Ik denk dat het een groep is in Nederland waarin TCM soms, naar mijn mening, een beetje een eng religieus clubje aan het worden is. TCM is een klinisch vak. Komt uit de praktijk. Er is ontzettend veel dat je kan leren. Het is een ontzettend krachtige therapie. En zo moeten we dat eigenlijk ook beleven. Het probleem in Nederland is veel gehoord. Mensen die afstuderen, de praktijk ingaan, geven op. Simpelweg omdat ze niet genoeg vertrouwen hebben dat zij vakkundige mensen kunnen worden. Ook missen zij gewoon de kennis voor diagnose, prognose. En zij weten niet hoe ze klinisch moeten werken. Snap ik helemaal. Het systeem zoals het aangeleerd wordt bij de meeste scholingen is eigenlijk onduidelijk. Niemand snapt het. Het is niet reproduceerbaar, het is vaag. Je hebt er te weinig aan. Je moet met een systeem leren werken die reproduceerbaar is, die duidelijk is, die jou vertrouwen geeft. Die ervoor zorgt dat jij met vertrouwen mensen durft te behandelen en resultaten gaat behalen. In Dr. Tan en Master Tong systemen van acupunctuur is dat heel erg zo. Het is ontzettend duidelijk, het is reproduceerbaar en je kunt ontzettend goed werken en het is ontzettend effectief. Het is wat mij betreft de beste vorm van acupunctuur die er op dit moment is. Sterker nog, ik denk dat de acupunctuur zoals die in de klassieke Chinese denken naar voren is gebracht, hierbij in de buurt komt. De manier waarop op dit moment veel scholen te werk gaan, heeft eigenlijk te maken met een verwesterse vorm van acupunctuur, wat meer in de kruidenlijn ligt. Voorbeelden zoals staan in Deadman, waar er allerlei acties zijn, is volledig onzin. Is zelf verzonnen, dat kent niet basis in het Chinese denken. Ik heb het ook in mijn Chinese resources nooit teruggevonden. Wel de indicaties. Het was ook vaak zo een klacht en een acupunctuurpunt. Die acties zijn logisch. Daar gaat het niet om. Ze zijn logisch, maar het is een kruidenmanier. Een vorm gebaseerd op Zhangfu-diagnostiek. Het grootste probleem is, en dat zal ik in mijn cursus anders gaan doen, is dat niemand aandacht of dat er te weinig aandacht is om klinisch te leren werken. Je wilt weten wat je moet doen. Er zijn te veel bijscholingen, nascholingen of scholingen die er van alles en nog wat bij halen. Je zit te luisteren, uiteindelijk krijg je theorie na theorie en wat heb je eraan? Je weet ergens iets meer over, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, mensen komen in je praktijk binnen, je wilt weten wat je moet doen en je wilt dat zij zo snel mogelijk beter worden. Dat is het enige wat telt en dat is waar je voor moet gaan. Dat is wat we in mijn cursus gaan doen. Daarom is de cursus ook maar 8 uur, omdat ik geen zin heb in allerlei poespas. Is 8 uur dan genoeg om Tan en Tong te leren? Zeker niet. Wat ik al zei, kun je de rest van je leven kun je dat bijstuderen. Maar het is wel genoeg om een basis te creëren dat je met vertrouwen mensen durft gaan te behandelen. Je zal niet heel succesvol in het begin zijn. Laten we zeggen, je begint met 40% of 50% van de mensen die je ziet. Begin je resultaten te halen. Nou, dat gaat al snel naar een 50-60%.
En daarna, iedere procent vergt gewoon een aantal jaren klinische nadenken, ontwikkeling. Als je op 70-80% uitkomt van de klachten die je ziet, dat je die duidelijk kan aanpakken en verbeteren, ben je wat mij betreft een uitstekende hulpverlener. Dat is zeker geen norm. Dat is een hele hoge standaard. In de cursus die ik ga geven, gaan we dus voornamelijk werken op het klinische toepassen. Hoe kun je een diagnose maken? Hoe ga je daarna een prognose geven? Wat zijn de locaties, punten die je gaat prikken? We gaan ontzettend praktisch te werk. Het enige waar het om gaat is eigenlijk jouw mensen zo snel mogelijk beter te maken. Dat is goed voor jou, dat is goed voor de mensen, dat is goed voor iedereen. Als laatste wil ik daar eigenlijk iets korts aan toevoegen. Dat is dat het probleem is binnen ons vak dat wij de acupunctuur te vaak niet beleven als therapie. En dus één keer in de maand, één keer in de 6 weken, één keer een acupunctuursessie gaan doen. In China was het een voorschrift, dus een keer of 6 tot de 15 en dan het liefste minimaal 3 keer in de week. En soms kwamen mensen dagelijks. Dat is een heel andere vorm ook, die we hier nog niet kennen. Waardoor je misschien moet werken aan kwantiteit. Je consultprijzen eventueel naar beneden doen, zodat je de doelgroep kunt bedienen. Dat is ook belangrijk, dat je een hoge frequentie van behandelingen hebt. En dat je daarbij snel resultaat kan halen. Misschien meer behandelingen gebruikt. Je gaat niet 1 keer in de week of 1 keer in de 6 weken aan je conditie werken. Of fysiotherapie doe je ook niet 1 keer in de 6 weken. Dat doe je 2 keer in de week. En zo is het ook met acupunctuur. En dat gaan we in mijn cursus allemaal behandelen. Waarom 8 uur? Nogmaals, zonder de basis die de meeste mensen hebben gelegd binnen het, zoals de TCM op dit moment gedoseerd wordt. Dat was zowel bij ons op de universiteit in China als hier in Nederland als in andere landen. Dat zorgt er eigenlijk wel voor dat je de systemen van toen en dan heel snel kan aanleren. Omdat het in elkaars verlengde ligt. Er zijn overlappen en je bent al bekend met Chinese denken. Als je deze systemen vanuit de basis moet aanleren, dan ook ben je gewoon waarschijnlijk 2 tot 3 jaar verder. Dus er moet ergens een basis gelegd worden. Gelukkig worden die in de scholingen gelegd. En daarom zijn deze systemen heel snel aan te leren.